Video-cv's zijn booming. Het is een hele leuke manier om je te onderscheiden. En bovendien een persoonlijke manier om kort kennis te maken, zonder dat het de werkgever heel veel tijd kost. Inhoudelijk zijn video-cv's nog niet eens zo heel erg interessant. Wat je kunt en wat je hebt gedaan, kan de werkgever namelijk wel lezen in je cv en je motivatiebrief. Waar het in een video-cv om draait, is je enthousiasme, je voorkomen of je echt goed past bij dat bedrijf. Maar hoe doe je dat nou goed? Hoe kun je dat nou goed vastleggen in een videootje? Zo voor de camera, zonder professioneel videoapparatuur. In deze video geef ik je 5 tips voor een goede video-cv. Tip nummer 1, hou het kort. Heel kort, zo kort mogelijk. Rond de 1,5 minuut vind ik toch wel de max. Pak de vacature erbij waarop je aan het solliciteren bent, bijvoorbeeld van de Frank Watching Jobs pagina, en verdiep je in het bedrijf. Leef je vooral in de werkgever en laat in het kort heel persoonlijk zien waarom jij bij het bedrijf past. Tip 2 is een goede camerapositie. Want waar de camera staat kan heel veel impact hebben in hoe jij overkomt. Een close-up bijvoorbeeld, zoals dit, kun je goed mijn ogen zien. En dat is heel erg belangrijk om persoonlijk over te komen. Denk maar eens over na, in het echte leven wil je ook iemand, als je met iemand spreekt, dan kijk je ook iemand gewoon recht in de ogen. Dus zorg ervoor dat je dicht op de camera zit. Plaats de camera niet hoger dan jezelf, want dan wordt er op je neergekeken. En ook niet lager, want dan wordt er tegen je opgekeken. Maar precies recht voor je neus. Zoiets dus. Nou, als je met een webcam op je laptop werkt, dan kun je bijvoorbeeld een aantal boeken of een doos onder je laptop plaatsen, zodat je wel recht de camera in kijkt. De kwaliteit van je camera is nog niet eens zo belangrijk. Je kunt best met de smartphone schieten. Maar wat wel heel erg belangrijk is, is het licht. Daar kun je echt een gigantisch verschil mee maken. Probeer sowieso overdag bij zonlicht te schieten, want daglicht is het beste licht wat er maar is. Ten tweede, ga voor een raam zitten en niet de andere kant op. En ten derde, schiet nooit met gele binnenlampen. Belangrijker nog dan beeld is de audio. Want als het beeld een beetje out of focus is, zoals nu, dan valt dat nog te vergeven. Maar als je audio slecht is en je werkgever kan je niet goed verstaan, dat is lastig. Dan gaat hij snel naar de volgende kandidaat. Dus zorg ervoor dat je goed verstaan kunt worden. Kun je natuurlijk het beste doen met een microfoontje zoals deze. Heb je geen microfoontje, zorg er dan in ieder geval voor dat je geen geroezemoes hebt op de achtergrond. En ga in een ruimte zitten wat niet hol is, dus waar je geen echo of iets dergelijks hoort, maar waar klanken echt stil kunnen vallen. Bijvoorbeeld in een slaapkamer waar heel veel stof is. En mijn laatste tip, wees jezelf. In een video-cv gaat het er echt om dat jij laat zien wie je bent. En ik weet dat dat lastig kan zijn met zo'n grote camera voor je. En je moet maar net doen alsof dat een persoon is tegen wie je praat. Ja, het lijkt in het begin gewoon heel erg onnatuurlijk. Maar probeer het wel over te brengen. Probeer wel echt jezelf te zijn. Ook al moet je het 386 keer opnieuw doen, doe dat dan gewoon. Net zo lang, zodat jij echt het gevoel hebt, dat ben ik, als je die video kijkt. En werk alsjeblieft niet met een script. Een script is killing, vooral als je niet gewend bent om voor de camera te staan. Denk gewoon aan 3 of 4 punten die jij graag wilt overbrengen op camera en praat er gewoon over, net zoals je ook in een gewoon gesprek zou doen. Ben jij nou op zoek naar een baan? Kijk dan regelmatig op Frank Watching Jobs voor de laatste vacatures en like Frank Watching Jobs ook op Facebook om op de hoogte te blijven. En wat zijn nou jouw tips en ervaringen met het maken van een video-cv? Of heb je vragen? Ik ben heel erg benieuwd. Laat gewoon een reactie achter. En heel veel succes met je video-cv. En vandaag neem ik een kijkje naar een vrouw die haar droombaan vond met social media en dan vooral met Pinterest. Een heel goed voorbeeld van hoe je gericht kunt solliciteren en een baan kunt vinden. Dit is Wanda Katsman. Een aantal maanden geleden.